En ik ben lekker eten aan het koken. Yeah. Uit de vriezer en lekker makkelijk en toch gezond. Ben je er klaar voor, meid? We gaan op pad. Nou, die vraag die klinkt voor mij een soort van heel voor de hand liggend en heel makkelijk eigenlijk, maar toch krijg ik hem heel erg vaak. Het allerbelangrijkste is veel kussen. Lekker de vlog openen. We zijn er weer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag bij ons. Hi. En ik ben lekker eten aan het koken. Ja, wie is dat? Dat is een mooi meisje. Hi. Bobby en mama. Bobby en mama. Ik ben lekker eten aan het koken. En ik zal jullie even laten zien wat we gaan eten. We hebben een soort van allegaartje vandaag. Ik heb alles een soort van uit de kast getrokken wat we nog hadden. Want we hadden eigenlijk niks meer in huis. Maar we hebben er iets van gemaakt. Mwah. Nou, in ieder geval leuk dat je kijkt weer deze week. Hopelijk wordt het een iets gezelligere weekvlog dan de vorige keer. Hè? Ja. Oké, nu kijken we naar papa. Die zit een beetje stoer te doen, zie je dat? Op donderdag is het bij ons altijd een klein beetje een leeg huishouden wat betreft eten. Maar ik ben hier voor één van te vangen. Ik heb altijd wel iets ergens achterwege in huis. Dit komt uit de vriezer. Dit is tomatensaus met, heeft mijn moeder gemaakt. Dus ik weet eigenlijk niet precies wat erin zit. Een beetje gehakt zit erin. En nou, tomatendingen. Dat gaan de dames eten. En wij eten dopertjes met worteltjes uit de vriezer. Ui, knoflook en paprika, die had ik nog wel, die paprika. Dus dat ben ik nu lekker aan het roerbakken. Kruiden erin. Een beetje ketchup zo meteen erdoor. En dan eten we dat met rijst. En ik had ook nog falafelballetjes in de vriezer liggen. Dus die heb ik gemaakt. De Ibiza girl. Fake Ibiza girl is dit. Met je kerstjes. In je stoel blijven zitten, jij dametje. Gevaarlijk jongen dit. Ik vind dit lekker. Ja, jij wilde toen het andere. Ik vind dit liever. Ja, ik heb net het andere voor jou opgeschept, jongen. Ik wil dit liever. Je wil liever paprika en zo en rijst dan... Ja. Oh. Dat wil ik liever. Ik wil dat liever. Ja, ja. Mag ik dat? Moet je daar dan ook zo zielig bij praten? Net zijn moeder. Ja, doei. Die is ook altijd. Nou, als iemand niet zielig praat, ben ik het wel. Oh. Ik praat altijd juist heel. Heel stoer. Heel mans. Ik doe altijd heel stoer juist. Ja, precies, ja. Alsof. Alsof, ja. Alsof ik het ben. Ja. Ik wil dat ook. Nee hoor. Jij praat altijd heel. Ja. Mag ik dan mama? Zo, team. Kunnen we lekker eten? Ik zal nog even snel laten zien wat het eindresultaat is. Dit. Het is niet zo spannend, maar het is wel gewoon iets wat lekker is voor allemaal uit de vriezer en lekker makkelijk en toch gezond. En Ed heeft er nog een hele dot met pastasaus overheen. Dus wij gaan lekker eten. Zo, en toen zat ik in de auto. Alles is opgeruimd, de kindjes liggen in bed. Het is inmiddels 7:50 en ik ga lekker naar een vriendin toe, samen met een andere vriendin. Dus dat is fijn, lekker even een avondje weg. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben net op kantoor. Gisteravond lekker bij vriendinnen geweest. En nu, ik was trouwens best wel, laat. Ik was niet heel laat thuis, maar ik had nog eventjes wat gegeten en gedoucht. En toen ging ik toch pas 12:00 slapen. Maar goed, prima. Uiteindelijk vanochtend best redelijk oké, chill gedaan. Nu is het 9:45, ben ik net op kantoor. En ik heb zo meteen een live training online. Dus die ga ik even lekker geven. En dan vanmiddag moet ik nog wat doen voor een campagne. En daarna ben ik vrij. Ik ga nu nog even snel lekker een koffietje maken. En dan ga ik gezellig een uurtje aan de slag. Ik vind het geven van live training echt altijd heel erg leuk. En het is natuurlijk wel werk, maar het voelt nooit heel erg werk. Heb ik trouwens altijd wel met alles wat ik doe voor jongens en mannen, zo ongeveer. Maar dus dat. Dus jullie zien mij straks. Er is nog een halve avocado. Dus jullie zien mij
straks weer gezellig. Oh jongens, complete chaos hier de hele dag al. Het is inmiddels 3:15. Ik heb daar straks mijn webinar gegeven. En, oh wacht even. Gaan we ze maar even dicht. Maar even dicht gaat alsjeblieft. En daarna ben ik naar huis gegaan voor een campagne. Maar dat duurde allemaal zo ontzettend lang. En het ging helemaal mis. En kinderen huilen. En echt de hele tijd gedoe. Dus, ja. Oké, ik moet een soort van ontstressen. Dat ben ik nu aan het doen. Deze dame die zit hier lekker op tafel. Die is aan het spelen met een doos. En Ramos en ik die zijn aan het puzzelen. En Charlie is een beetje door de hele kamer heen aan het gaan. Dus we zijn weer allemaal een beetje op adem aan het komen. Zometeen komen mijn ouders, die komen lekker koffie drinken en zo. Dus dan kan het weekend wat mij betreft beginnen. Ik zit de hele tijd zo, maar mijn ketting is kapot. Bobby heeft vanochtend mijn ketting kapot getrokken, die ik altijd aan heb. Dus dat vind ik helemaal jammer. Maar goed. Adem in, adem uit. Let je op bij de straat? Eerst naar links, dan naar rechts, dan naar links. En dan mag je oversteken als er niks aankomt. Zo, of niet dan? Ga je recht zitten? Wat gaan we doen? Even rondje rijden. Even rondje rijden. We gaan even bij een huisje kijken, hè? Waarom? Papa had een heel mooi huis gezien. Welke? Eigenlijk wel een soort van, ja, in de buurt aan de buitenkant van ons droomhuis. Althans, dat denk ik. En toen belde ik gisteren met, of vanmiddag met de makelaar. En die zei dat er al zoveel bezichtigingen gepland waren. Dat we eigenlijk niet meer een soort van een aanmerking kwamen. Maar toch, ik ga toch even checken. Even kijken of mijn gevoel echt zo goed was. Dus daar gaan we. En mocht je nou van Deep House houden, dan moet je deze. Moet je echt even checken. Is Alex Crush. Ja, kijk, nu pakt hij hem. Hij heeft net een nieuwe mixtape uitgebracht. Staat ook op SoundCloud. Echt, echt heel goed. I love it. Toch? Was jij dingen aan het doen die niet mochten dan? Nee, ik was niet een foto aan het maken. Maar kijk. Nou mop, het was het huis, ik weet het zeker. Ja? Ja. Oké. Het is een beetje jammer dat we eigenlijk als laatste in de rij staan qua bezichtiging. Ja. Hallo. Jullie stinken. Ja? Is dat gewoon? Of zit jij te ruften? Nee. Oh. Zit jij te ruften? Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat zou wel kunnen. Babyscheetjes. Oké, kindje ligt op bed. Het is inmiddels ook echt al iets van 8:30 of zo. En Ramos die slaapt eigenlijk nog steeds niet. Dus ik hoop dat hij snel gaat slapen. Ik ben bezig met mijn nieuwe uitrusting aan het sorteren. Want ik heb namelijk van Deuter heb ik een hele uitrusting gekregen om op pad te gaan met ons hele gezin. Echt superleuk. Wij gaan volgende week vrijdag op vakantie. Dus als jullie deze vlog kijken, dan zijn wij net op vakantie. En ik wil deze hele uitrusting mee gaan nemen om daar te gaan wandelen met de kindjes. En echt zeg maar een soort van op avontuur te gaan. Want we gaan namelijk naar een gebied waar je ook echt duinen hebt bij het strand. En dat wil ik dus mee gaan nemen. Alleen nu hadden we dus bedacht, Ed en ik, dat het misschien wel fijn is om alles alvast eventjes een keertje soort van aan te doen. En mee op pad te gaan, zodat we ook weten hoe het allemaal werkt. Ik ga jullie even laten zien. Het zijn namelijk twee dragers voor Bobby en Charlie. En ook een hele leuke tas voor Ramos. Maar die dragers die willen we dus eigenlijk graag morgen alvast even gaan testen. Voor Bobby en Charlie hebben we dus deze twee kinderdragers. Deze kunnen we dan op ons rug doen en daar kunnen de meisjes dus in. En daar zitten ze dus schijnbaar heel comfortabel in. Je kan er ook allemaal spullen en zo in bewaren. Maar kijk, hier zitten bijvoorbeeld tasjes, et cetera. Voor echt als je gewoon op avontuur gaat en wandelingen gaat maken, et cetera. Dus ik ga zo meteen even kijken waar ik zeg maar alles in kan stoppen. En voor Ramos hebben we nog een hele leuke rugzak gehad. Dus ik denk dat ik daar even wat spulletjes in ga doen voor hem. Dat hij zeg maar een soort van zijn eigen picknickdingen mee heeft. En ik heb voor mezelf heb ik ook nog een tas. Of voor Ed. Ik weet nog niet of ik deze morgen ook mee ga nemen. Omdat we dus eigenlijk echt alleen maar gaan picknicken morgen. Maar in ieder geval is het wel handig voor op de vakantie. Dus dit ga ik even uitzoeken. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En hier wordt heel druk gesmeerd. Want we gaan natuurlijk zo meteen picknicken.
En Ramos die is zelf alvast even zijn maiswafels aan het smeren. En dan gaat hij ze zo meteen in zijn tas doen. Ed die maakt de boterhammen met aardbeien. Ja, en dat. Dus wij, de zon schijnt al lekker. Het is 8:30. We hebben al een koffietje op. Zo jongens, kijk eens. Oh, dit is zo leuk. Ben je er klaar voor, meid? Wij gaan op pad. We gaan lekker, oh nee, Ed heeft het koffietje al. En wij gaan lekker op pad. Ik vind het helemaal leuk dit. Kijk daar nou zitten. En dan met dat hoedje ook. Ze heeft dus een hoedje, want de zon schijnt. En er zat ook wel een klep bij die je er overheen kon doen. Maar ik dacht, ja, volgens mij is dat hoedje ook prima. Ramos heeft zijn nieuwe tas. We kijken. Zo leuk. En hij heeft alle picknickspulletjes erin. Hé jongen, broodjes en water. Aardbeien. En toen zat deze dame lekker hier klaar om te gaan picknicken. Je kan dus dit ding kun je dus zo uitklappen zodat het een stoel wordt. Ja, dit is toch te leuk. Joejoe! Zo, dat was die weer. We hebben lekker gepicknickt. Nu gaan we een verdere wandeling maken. En ik heb nu uiteindelijk toch het dakje erop gedaan. Zodat deze dame niet in de zon zit en lekker kan slapen. Dus de hele tijd aan het rr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 
Hey, die komen lekker bij ons kijken. Wat gezellig ook, hè? Mavli. Wat eet de koeien, mama? De koeien eten gras, hè? Mag ik ze een aardbei geven, papa? Nee, doe maar niet, schatje. Mag niet zomaar de diertjes iets geven, hè? Ja, wel mooi. Oh ja, ik wil Ramos rugzak. Wilde Ramos rugzak nog laten zien. Papa? Deze kan je dus hier vastmaken. Waardoor hij ook lekker blijft zitten. Hij heeft hem al de hit om. Dat is helemaal leuk. We zijn weer thuis en we zijn echt nog een hele grote ronde geweest. Dus we hebben echt wel een heel stuk gewandeld. Nu liggen de meisjes net op bed. Ik ga deze zo even opruimen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het gewoon leuk. De meiden vinden het echt heel leuk. Ze zitten lekker rechtop, dus ze kunnen alles zien. En hij is schijnbaar helemaal zo afgesteld op de anatomie van een kind. Oh, jij moet plassen. Ja, ga maar plassen. Dus, ik zal de linkjes even erbij zetten. Dan kun je kijken welke we hebben. Oh, je hoeft niet te plassen. Yeah. Het is tijd om lekker te gaan eten. We gaan weer buiten eten. De muizen zitten inmiddels toch ook binnen. Dus het maakt nou niet meer uit of we binnen of buiten eten. Ze zitten toch overal. En lekker simpel, jongens. Gewoon weer. Ja, begin maar, schatje. Salade. Nou, spreekt voor zich. Broodje. Goed chill. Het is lekker tijd om soepje te maken. Of tenminste, dat ben ik eigenlijk aan het doen. Het is 4:30 en Ramos is buiten aan het spelen. Zoals elk weekend. Ed zit op het bankje. Een soort van mee te kijken. En de meisjes liggen op bed. Vanavond hebben Ed en ik weer een soort van date night. In de zin van helemaal niks bijzonders hoor. Maar in ieder geval, het houdt in dat de kindjes alvast eten. En lekker op tijd naar bed. En dat wij dan gewoon even met z'n tweeën aan tafel eten. En waarschijnlijk ook gewoon het soepje. Dezelfde als de kindjes vanavond hebben. En dan alleen nog een stokbroodje erbij en een wijntje. Een beetje quality time met z'n tweeën. De soep, ja, ik kan hem nog een keer laten zien. Maar volgens mij laat ik hem elke week zien. Het is gewoon echt een hele simpele die we gewoon echt heel vaak maken. Dit keer een hele volle pan. Met paprika. Wat zit er nog meer in? Paprika, wortel, ui, knoflook en heel erg veel pompoenblokjes. En allerlei kruiden. Nou, en dat is lekker laten koken. En dan straks pureren. En dan heb je heel veel groenten. En een lekker soepje voor de kindjes. En zo. Ja. Nee. Het gaat weer naar de kapper zo meteen. Lekker behandelbeurtje, hè? Even lekker me-time. Lekker een zakje een beetje bijwerken. Ja, hè? Precies. Lekker hoor. Ik denk dat jij wel een badje kan gebruiken. Denk je ook niet? Of niet nodig? Echt, oh, ze smeren echt. Oh, dan wil je wel. Net ze wilden niet meer eten, hè? Wel als je het van je broer krijgt. Gadverdamme, hè? Ga maar weer in bad voor de zoveelste keer.
Hoe is het papa op vaderdag? Ja, heel goed. Het is vaderdag vandaag, jongens. Ja, het is al lekker verwend vanochtend met cadeaus. En een ontbijtje en koffie in de tuin. En de ergste nachtmerrie was dat Kimberly cafeïnevrije koffie had. Ja, de koffie was ook. Schrikkelijk, hè? Ja, dat was jammer. Ja, het was heel stom, want we hadden alleen nog maar theecafé. En Ed die vindt echt koffie heerlijk. Dus, dat was een hele disaster vanochtend. In ieder geval, nu is het 12 uur. Meiden hebben lekker geslapen. En zometeen gaan we even een rondje rijden. Gezellig, want we hebben weer een huis gezien. Dus gaan we even langs rijden. Ondertussen ben ik gewoon aan het wassen en alles, want we gaan vrijdag op vakantie. Ik weet eigenlijk niet of ik dat nou wel of niet had verteld. Nou goed, in ieder geval... Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Vrijdag gaan we op vakantie en ik ben alvast een beetje aan het inpakken, maar ook alvast alles aan het wassen en mijn nageltjes aan het lakken en zo en dat soort dingen allemaal. Hè? Ja. Wij zijn zulke lekkere tokkies met z'n allen. We zitten weer op het bankje, omringd door allemaal spullen. Ramos is buiten aan het spelen en wij zitten te wachten. Mijn ouders die komen zo lekker koffie drinken en vanavond ook eten en zo. We zijn trouwens nog op pad geweest net om dat huis te bekijken. Maar ik heb het helemaal niet meer gevlogd. Want het komt ook omdat we gewoon in de auto zijn blijven zitten. Het is niet heel boeiend om dat te filmen. Dus deze dames gaan zo lekker naar bed en dan kunnen wij even lekker buiten zitten. Het ziet er toch knap uit. Oh, ben je aan het filmen? Paradijsvogel. Ja, een soort flamingo. Flamingo pizza bakkertje. Pak maar even stoel, dan kan je je handen wassen. Lekker hoor. Lekker hè? Beetje af met de handen, ik heb heel veel. Ja, dat is geen beetje inderdaad, nee, dat is bijna een halve fles. Maar goed. Hè? Deze trapband is heel vet. Ja? Ja. Oh. Maar jij... Zal ik even de kraan aandoen voor jou anders? Zo, het is inmiddels maandag en ik heb nog helemaal niks gefilmd vandaag. Ed en ik zijn aan het werk en het is inmiddels alweer helft van de middag. Maar ik bedacht me, ik heb helemaal niet meer gekletst tegen jullie en ik heb de vlog nog niet afgesloten. Dus ik dacht dat ga ik nog even doen. Ik ben een beetje buiten adem trouwens, want ik ben aan het trainen. En over training gesproken, ik dacht ik ga toch eens antwoorden op de vraag die ik echt super vaak gesteld krijg. In DM's, onder YouTube verhalen, of als ik mensen via Nieuw Fit Mama spreek, dames. Oh, gadver, er gaat een stukje kou van achter. Ja, gadver. Dus ik dacht, weet je, laat ik toch eens een keer de vraag aan beantwoorden. Hoe kan het dat ik, en Ed ook, met een gezin van 3 kinderen, en een bedrijf waarin we heel veel en hard werken, toch nog zo fit kunnen zijn? Nou, die vraag die... Klinkt voor mij een soort van heel voor de hand liggend en heel makkelijk eigenlijk, maar toch krijg ik hem heel erg vaak. Wat is nou je geheim, Kimberly? Is dan hetgeen wat ik vaak voorbij zie komen. Nou, Ed, wat is ons geheim? Zeg jij het? Een beetje buiten adem. Oh, nou ja, ons geheim of het geheim is eigenlijk dat op het moment dat je altijd goed voor jezelf zorgt en dat doen wij door middel van goed eten, in de juiste verhoudingen, in het juiste aantal calorieën per dag, met goede producten die echt waarde leveren voor je lichaam, dus waar goede voedingsstoffen in zitten, in combinatie met voldoende slaap. En ik weet het, dat is niet altijd makkelijk als je kleine kinderen hebt, maar wij zorgen er altijd voor dat we op tijd naar bed gaan en meestal max om 22:30 het lichtje uitdoen om gewoon genoeg uren te kunnen maken. Dat in combinatie met voldoende bewegen en trainen, allemaal auto's buiten, dat zorgt er dus voor dat we zo fit mogelijk blijven in combinatie met een heel druk gezin en een heel drukke baan. En natuurlijk hè, is het zo dat wij ook regelmatig moe zijn. Dus niet zo dat wij elke ochtend fit opstaan en fit naar bed gaan en nooit die vermoeidheid ervaren. Echt absoluut niet. Maar ik denk wel dat, of ik weet eigenlijk dat op het moment dat je de goede combinatie maakt van slaap, rust, bewegen, trainen en eten. Dat je daarmee gewoon het hoogste haalbare energieniveau kan hebben op het moment dat je dus met kleine kinderen hebt en hard moet werken. En het allerbelangrijkste is... Veel kussen. Continu, jeetje Mina, dat was heel clef. Ja. Continueren. Ja, dat continueren. Week in, week uit, gewoon structuur. Elke keer hetzelfde, herhalen.
Tot het er beter in wordt. Hoeft niet gelijk te lukken. Nee. Blijf oefenen. Precies, dat is ook wat we eigenlijk altijd aanraden binnen New Fit Mama. Zorg ervoor dat je iets creëert wat realistisch is bij jou als persoon. Dat realistisch is bij jouw lichaam. En dat je ook op lange termijn vol kan houden. Want je kan natuurlijk echt super hard gaan in een bepaalde periode. En dat kan ook, omdat het dan lekker veel snel resultaat geeft. Maar uiteindelijk past hard gaan en echt een hele snelle quick fix alleen als je een goede balans al hebt of ook die aan het creëren bent op dat moment. Goed, en daar ga ik de volgende keer nog wel wat verder over vertellen, want ik ben nu alweer super lang aan het kletsen. Ik ga even verder met trainen, Ed ook, en dan gaan we weer back to work. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter als je het leuk vindt of doe een duimpje omhoog. Je kan ook nog abonneren, er zijn heel veel mogelijkheden bij ons allemaal. Wil jij nog iets zeggen, Ed? Oh nee, niet tot volgende week trouwens, want wij gaan op vakantie. En volgende week dan ben ik er dus niet, want vakantie. Maar ga wel een gedeelte van de vakantie filmen. Dat zie je dan de week daarop. Maar dat komt allemaal vanzelf online. En als je dus abonneert, ja, dan zie je dat dus ook als allereerste. En doe een duimpje omhoog. Ja. En laat een leuke comment achter voor Kimberly. Vindt ze leuk? Zei ik net al. Oh, dat had je ook gezegd. Oh, we houden van herhalen. Continueren. Het houdt van herhalen. Continueren inderdaad. Oké, doei.